heerser. O almachtige heerser, spaar mijn koninkrijk voor rampen. Spaar mijn volk, ik smeek u. O almachtige heerser. Vader? Huh? Oh, laat mij nu zorgen delen, vader. Alsjeblieft. O, Alisman, jij had al lang in bed moeten liggen. Hoe kan ik nou naar bed gaan als mijn vader grote zorgen heeft, toch? Goed dan. Je bent nu al 15. Dit is een groot probleem voor ons land. Dus is het wel beter als je begrijpt wat er aan de hand is. Ja, vader, ik wil het graag weten. Goed dan. Ga daar zitten. Het verhaal is duizenden jaren geleden begonnen. Ons land ging toen gebukt onder de kwade geest van de duisternis en hij veroorzaakte allerlei rampen om iedereen te kwellen. Droogte, overstromingen, epidemieën, branden enzovoorts. De kwade geest van de duisternis deed alles om iedereen hier te pijnigen. Zijn daden maakten de almachtige heerser tenslotte zo woedend dat hij de kwade geest opsloot in een fles. En zo keerde de vrede en de rust weer terug in ons land. Dus het is waar wat ze me verteld hebben. Maar ik hoorde ook dat de fles nu plotseling weer verdwenen is, vader. Oh, dat weet je al. Maar dat is nog niet alles. Het verhaal is nog niet afgelopen. Wat belangrijker is... Wat een rotweg is dit. Precies 2000 jaar geleden ging er een dappere, slimme jongeman op weg naar de hoofdstad. Zijn naam was Aljan en was een van onze verre voorouders. Ja. Ik denk dat ik hier zal moeten slapen. Hé, jij reiziger. Huh? Heeft iemand mij soms geroepen? Ja, ik. Deze kant op. Ja, goed zo. Kijk nu in de kloof voor je voeten. Je hoeft niet bang te zijn. Kom maar, opschieten. Ik zit in de fles waar je nu naar kijkt. Wat? In deze fles hier? Ik kan het niet zo goed zien hier in het donker, maar zit u daar nou echt in, meneer? Jawel, maar het is hier erg krap. Wil u me een plezier doen en de kurk verwijderen? Maar waarom zit u dan in deze fles? Nou, een ongelukje. Kom op. Trek die kurk eruit. Als dank krijg je alles wat je maar wilt. Een gouden munt? Ah, je bent veel te bescheiden. Of 2 dan? Ik hou niet van dat getal. 8 dan, ja? Dat vind ik een raar getal. Wat zou u dan zeggen van 1000 goudstukken? Oh, je gaat opeens wel fors omhoog. Afgesproken, je krijgt van mij 1000 goudstukken. Kom op, trek die kurk eruit. Oh. Eindelijk heb ik mijn vrijheid terug. Ah, het voelt
dat goed? Hé, hey, jij jongeman. Ik wil je bedanken. Ja, maar dat kost je wel je leven. Oh, oh, wacht even. Jij moet wel je belofte nakomen, hoor. Vlieg op met je belofte. Ik heb 8 jaar in dat netje opgesloten gezeten, snap je? Elke dag was een kwelling. En ik had mezelf voorgenomen om de eerste die ik zou zien als ik eruit kwam, op te eten. En dat is dan mijn wraak op degene die me in de fles gestopt heeft. Ah, maar wacht u alstublieft toch nog eventjes, meneer. Ik begrijp u wel, naar wat u net allemaal verteld hebt. Dus laat die gouden munten maar zitten. Die hoef ik niet. Natuurlijk. En ik vind het echt niet erg om opgegeten te worden. Oh, je leert erg gauw, jongeman. Maar er is 1 ding dat ik wil weten voordat ik sterf. Nou, wat dan? Wat ik wil weten is hoe sterk u bent en ook of alles wat u zegt waar is. Ik ben almachtig. Kwam u nou echt uit dat kleine flesje? Dat flesje is zo klein en u bent zo groot. Wat? Twijfel je aan mij? Nee, ik geloof niet dat u liegt, maar die fles is echt erg klein en ik begrijp niet hoe dat kan. Ik zal je laten zien wat almachtig zijn betekent. Oh, oh, oh. Zie je wel, begrijp je het nu? Zit u nou echt helemaal in die fles, meneer? Natuurlijk niet te geloven. Ja, wat u zegt. Hé, wacht eens even. Dit is niet te geloven. Al die kurk eruit. Stom. U mag dan misschien wel sterk zijn, maar u bent helemaal niet slim. Ah, daar gaat mijn laatste kans. Ja, uw laatste kans is verkeken, want ik zal dit doorvertellen aan al mijn afstammelingen, zodat niemand deze fles ooit nog open zal maken. En waar is die fles nu? Dat weten we niet. De fles werd lange tijd in dit paleis bewaard, maar een paar dagen geleden was hij opeens weg. En er waren ook andere dingen weg. Gestolen? Waarschijnlijk. Een of andere dief die niets afweet van die kwade geest moet de fles meegenomen hebben. Het was een eigenaardige fles. Wat zou u gedaan hebben als de fles niet was gestolen?